Deze week in Lierse TV. We kijken met niemand minder dan Bob Peters vooruit naar de match tegen Cercle Brugge. De onvermoede talenten van Roel van Hemert en de competitie Latje Schieten. Roel van Hemert, bij onze laatste oefenwedstrijd tegen Willem II nog kapitein van de ploeg, is niet alleen een beenharde verdediger en een spraakwaterval. Hij is ook, maar vertel het niet voort, fotomodel. Meer bepaald voor Dirk Bickenbergs. Hoe komt een voetballer toe om model te gaan lopen? Heel simpel eigenlijk. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in die kant van of de kanten van de mode en dergelijke en fashion. Ik interesseer me daarvoor en ik volg het een beetje en ik kijk het na. Maar om echt over mezelf te spreken in de zin van dat ik mee ben gaan doen of gevraagd ben om die shows te lopen voor Bickenberg, is denk ik zo'n 3,5 jaar geleden begonnen eigenlijk. Ik kreeg eens een telefoontje omdat ik door mijn vlotte babbel denk ik kwam ik als een van weinige Antwerpse spelers toen veel in de kranten. En ik denk dat ik hun ben opgevallen of zo in die aard van. Zoals gekend is Bickenberg erg geïnteresseerd om met voetballers samen te werken. In de zin dat hij die het mannelijks vindt in zijn gedachtegang. En hebben mij eens uitgenodigd voor een gesprek bij hun kantoor. Dat ligt achter het Sportpaleis. Grote modecenter daar waar je een heel grote kantoorvesting heeft. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Goed gesprek gehad en of ik interesse had om voor hun eigenlijk om dat uit te dragen naar buiten toe. En ik bedoel, het is dan een win-win situatie natuurlijk. Dus ik word dan ook voorzien voor mooie kledij. En zoals je net zag in die fotoboeken, dat zijn toch mooie herinneringen voor later. Dus als ik later een oude verrimpelde man ben met een bierbuik, dan kan ik ooit nog eens terugkijken naar mijn eigen kinderen en zeggen, kijk, papa heeft, vroeger kon papa nog wel een keer achter de meiden aan zitten, maar daar zit er nou niet meer in. Bickenbergs heeft er inderdaad een soort handelsmerk van gemaakt. Hij werd bekend omdat hij op zijn modedefilés professionele voetballers als modellen gebruikte. De laatste paar jaar is voetbal en fashion in zijn totaliteit eigenlijk samengesmolten. Het is, ja, je ziet bijna niks anders. En inderdaad, wat je zegt, 3-4 jaar geleden was dat nog even net iets minder allemaal. Alleen, goed, ik kijk naar mezelf en kijk niet naar anderen. En ik vond dat leuk om te doen en het interesseerde me. En, ja, goed, het was voor me gewoon een leuke, leerrijke ervaring. En je komt dus op andere plaatsen, dus ja, waarom niet? Hè? Komt daarbij, je ziet wat van de wereld. Tot en met de modehoofdstad van de wereld, Milaan. Ik ben twee keer in Milaan geweest voor de Fashion Week. Om daar die show te doen van hem. Dat is een lang weekend eigenlijk. Zo'n pakweg 4 dagen. 4-5 dagen dat we eigenlijk twee grote shows in 2 dagen doen eigenlijk. En voor de rest is het daar vooral genieten. In de zin van je hebt veel vrije tijd. Je zit daar met heel veel, ja, zoals je kon zien en zoals ik zei, veel collega's. Voetballers uit allerlei landen. Dus het is een ervaring die die je meemaakt, omdat je ontmoet daar echte sterren zoals ik heb daar de Beckham gezien, Victoria of zijn vrouw Victoria Beckham, de Spice Girls waren daar dus samen, zij was daarmee samen, Beyoncé, Jay-Z, noem maar op. Als kleine guppies, om het zo te zeggen, is het natuurlijk wel super om dan een keer in aanraking te komen met zulke grote bekendheden eigenlijk en enkele van die ontmoet je dan daadwerkelijk. Of je komt ermee in contact en dan blijkt toch allemaal dat die mensen ook gewoon erg vriendelijk zijn. En, ja, het is toch een speciaal moment die je zeker zal koesteren en zal blijven herinneren. Dus dat zijn wel absoluut mooie ervaringen geweest. Ja. Beckham gezien, allemaal goed en wel, maar waren er ook echte voetballers die hij daar ontmoette? Peter van der Heijden heb ik een leuke tijd mee gehad, die nou van onze linksback van Club Brugge. En voor de rest Logan Bailly heeft meegedaan. Voor de rest waren er toch een aantal Duitsers ook, maar vooral veel Italiaanse spelers. Oude gerenommeerde zoals Fabrizio Ravanelli is er altijd bij en hij is zeg maar het reclamebord voor Bickenberg. Daar werkt Dirk Bickenberg zelf al jaren mee ook. Een hele joviale, sociale man blijkt, waar enorm veel respect voor is in Italië. Ik vond het een eer dat hij mij daarin vroeg, omdat er liepen toch een aantal namen rond die erg gekend zijn in de rest van de wereld.
En als je daar dan tussen mag lopen, ja, dan mag je daar wel blij om zijn, denk ik. Ja. Maar is dat nu moeilijk? Moet Roel daarvoor trainen, zeg maar? Of kreeg hij een opleiding? Je doet altijd, voor de grote show aanvangt, wordt alles doorgenomen. Je doet een soort van oefenshow. De avond ervoor ook nog eigenlijk. Het is een heel zenuwslopend gedoe allemaal in de zin van de designers. De mensen die van de make-up, van de haren, mensen die zijn meer zenuwachtig dan de modellen zelf, om het zo te zeggen. Dat is vooral ontspannen sfeer en lachen met elkaar. Maar de show wordt altijd wel goed geïnstructeerd. Er wordt duidelijk gezegd, je moet vrolijk lopen, je moet lachend lopen of je moet gewoon een strenge blik hebben. Je mag absoluut niet opzij gaan kijken tijdens dat je de catwalk betreedt. Je moet echt staren in het niks. Dus wat dat betreft, als je de catwalk zelf loopt, dan is het... Je weet dat het, als je achter de coulissen aan het kijken bent, weet je dat het erg vol zit. De tribunes zitten daar helemaal vol, maar je hebt op dat moment dat je op moet en jij moet die catwalk af, heb je er geen benul van, omdat je bent geconcentreerd, je kijkt in het duister en... Dat is dan altijd wel het rare ervan, dat je soort in een tunnel loopt. Maar ja, goed, om op je vraag terug te komen, er wordt zeker duidelijk aangegeven wat de bedoeling is, hoe je loopt. Het is niet dat je moet strak lopen, schouders recht, rug recht en een beetje macho, dat mag wel. Ik bedoel, dat is het kenmerk van Bickenberg, daarom vraagt hij ook met name sportmannen voor zijn lijn te showen. Dus hij houdt wel van een beetje van het ruige. Dus ja, wat dat betreft laat hij dat wel een beetje aan onszelf over. Roel, zijn modellencarrière zit er trouwens nog niet op. Hij heeft nog plannen. Het was al bij al een superleuke ervaring en ik zou het iedereen aanraden. Ik zou het zo zelf ook weer doen, hoor. Dus het kan zijn dat ik deze zomer toch weer die mogelijkheid ga aangrijpen en er weer van ga genieten, maar dat zullen we wel zien. Latjes schieten. Weet je wat het echt moeilijke is aan heel die competitie? Dat is elke keer weer een nieuwe intro verzinnen. Op wat toch altijd hetzelfde is. De bal tegen de lat trappen. Liefst meer dan 2 keer, want dat is het record. Hoe doet Lance Davids het? I'll try my best. No prediction.